Als dinsdagavond Jong FCM en aan de warming-up bezig is voor het duel tegen Jong SV Meppen, wordt er in de Jensvesting een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers uit Duitsland en Nederland die grensoverschrijdend willen gaan werken. Ja, er is een in samenwerking met Kennispoort en Stenden is FCM een faciliterende partij voor een grensoverschrijdende bijeenkomst met de mooie naam Treffen. Dus is zowel het Nederlands als het Duits te begrijpen dan, hè? Ja, nee, maar dat zie je ook. Je hebt natuurlijk grenzen, maar je moet naar regio's kijken. En je kunt beter zaken doen op 30 kilometer. En als er dan een grens tussen zit, ja, dan moet je, die moet je even uitvlakken. En dan dat je zaken doet op 100 of 200 kilometer afstand. Ja, jullie weten hoe het werkt, hè? Want met QNS werk je samen met een bedrijf die in Duitsland zit. Ja, veel Duitse bedrijven die hebben ook Nederlandse klanten. Nederlandse bedrijven hebben Duitse klanten. Nou, en QNS is daar eigenlijk een voorbeeld van. Twee Nederlandse jongens die in Duitsland zijn begonnen. En die beide kanten van de grens bedienen. Ja, er worden vandaag allerlei workshops hier georganiseerd, hè? Ja, je hebt natuurlijk altijd wel te maken met salarissen, ziektekosten, verzekering. Nou, allemaal dat soort dingen, maar allemaal oplosbaar om grensoverschrijdend te werken, dan wel zaken te doen. En een van die workshops gaat over de verschillen tussen de Duitser en de Nederlander. In principe beginnen wij altijd weer dat we zeggen, Nederlanders zijn lokkerer en Duitsers zijn iets meer pragmatisch en procesgericht. Dus de Nederlanders staan meer open voor dingen. En dat klopt ook? Mijn ervaring, ja. Oud-FCM-speler Johan Wigger voetbalt al een aantal jaren voor SV Meppen. Is dus ervaringsdeskundige en collega van Caroline Wiele. Ja, ik moet wel zeggen, omdat mijn collega Johan Wigger is, moet ik wel voor hem zijn. Dus voor de SV Meppen. Anders krijg ik morgen ruzie op kantoor en daar heb ik niet zoveel zin in. Maar het gelijkspel zou toch het mooiste zijn vanavond? Nee. Nee, we gaan het zien. We gaan het afwachten en we zien er straks wel wat de stand is. Maar FC Emmen heeft geen partij aan SV Meppen. Na 60 minuten spelen staat het al 4-0. En hier is zelfs de 5-0 in de maak. Ja, dat is toch een beetje zuur voor organisator Johan Wigger. Alhoewel, de uitslag is deze avond niet van belang. En FC Emmen wint uiteindelijk met 6-0. Maar Wigger is zeer tevreden over de geslaagde avond. En als ervaringsdeskundige liep Wigger in het begin ook tegen de nodige problemen op toen hij in Duitsland ging voetballen. Ik bedoel, ik sprak nauwelijks een woord Duits, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik probeerde met Engels, maar ja, dat spraken ze daar niet heel erg. Ja, cultuur ook, hè, culturele dingetjes. Je hebt, zeker over de grens, zeker in Emsland heb je heel veel tradities. Ja, en ja, goed, de standaard culturele verschillen die zijn er natuurlijk ook. Hè, qua eten, qua stukje respect, qua hiërarchie. Dus ja, daar loop je wel tegenaan. Dan stoot je wel eens in je hoofd, ja. Maar gelukkig nou niet meer, hoor. Maar dan moeten Nederlanders die over de grens willen gaan werken of zaken willen gaan, dan moeten daar dus rekening mee houden. Ja, precies. En zeker de Kennispoor die staat er ook voor. Hè. Wij helpen bedrijven deze barrières weg te nemen. Wij kunnen dat. Dus ja, dat zeggen wij ook boven zo van, hè, als er vragen zijn, kom naar ons toe. Want wij zijn toch die ervaringsdeskundigen. Ik bedoel, ja, of ik nou op het voetbalveld sta, hè, dat maakt op zich niet zoveel uit. Ik speel er al wel 10 jaar, dus ik weet wat de probleempjes zijn. Nou, en Caroline Wille, mijn collega die er vandaag fantastisch heeft gedaan als dagvoorzitter, die weet dat natuurlijk ook. Want zij is zelf Duitse en ze werkt hier al inmiddels voor mij ook al 8-9 jaar. Dus ja, wij weten in principe precies hoe het gaat.